Hallo iedereen, Sarah hier en superleuk dat je kijkt naar de vijfde en de voorlaatste aflevering van TikTok Trophy. Een gloednieuwe online reeks waarin ik op zoek ga naar de strafste, de beste, de creatiefste, maar vooral de meest dansbare TikToker van Vlaanderen. In de vorige aflevering hebben we afscheid moeten nemen van Gerpen, maar vandaag gaat Jonathan de strijd aan. Jeetje mina! Dag Jonathan! Hey! Hoe gaat het? Goed, goed, ja, echt. Wat verwacht je van vandaag? Wat ik ervan verwacht? Ik denk dat we heel veel gaan dansen en dat ik enorm ga falen. Dat gaat er gebeuren, volgens mij. Hoe ziet het met je algemene kennis van TikTok-challenges en dansjes? Ik volg het een beetje, maar ik kan niks eigenlijk. Ik zie soms wat dingen voorbij komen en dan vooral van Steffi daar, want zij is de queen van de dansjes. Maar voor de rest, ik ken er niet al te veel van als ik eerlijk ben, nee. Dus je kunt niet dansen, of wel? Maar ik heb 5 jaar dans gedaan, dus ik kan wel dansen. Ik heb wel ritmegevoel, maar de trends en zo, die zitten er toch niet echt in gebakken, nee. Oké, maar welke stijl dans heb je gedaan? Hip-hop. Zalig! Ja. En je liedjes, kijk toch, komt er nog eentje? Waarschijnlijk wel, maar er moet altijd iets gebeuren vooraleer dat er een liedje over geschreven kan worden. Er moet altijd een aanleiding zijn. Inspiratie krijgen. Ja, dus laat de hel maar rap losbreken dat er weer iets gebeurt. Ik wens je keiveel succes vandaag. Wat vind je van de tegenstanders? Ja, hele sterke tegenstanders. Ja, Moot zit al de tweede keer. Het is haar tweede aflevering hier. Ze heeft Gerben kunnen beaten. En Steffi zit er al van aflevering 1 waarschijnlijk. Steffi is hier voor de 5e keer al. Die is uit haar tent hier gekropen. Ze heeft hier gekampeerd in de studio. Klaar voor de eerste stand. Is dit de startmodus? Dat kan ik niet zien. Slechte start. Ik heb die keiveel bij u gezien. Ja, bij mij was het kortsluiting. Ik ken dit helemaal niet. Nee. Dan ga ik toch 1 puntje moeten geven aan Steffi, ook al was het niet zo goed. Je deed wel enkele moves goed. Hier is de tweede. Kom aan, enthousiasme! Jullie kennen het alle 3, hè? Ja, ik moest het even... Wacht, ik herkende het en toen dacht ik, het is met die poot in de lucht. Dus toen ging het. Was tof met 3 ook samen. Ja, zo, ja. Het was een echte vibe. Het was echt leuk. Ik ga jullie alle 3 een punt geven. Hier is de derde. Koffie. Jij wist het direct. Jij deed het ook direct juist. Bij jullie kwam het iets later. Ja, kwam iets later. Maar ik heb hem wel gedaan. Wel leuk dat jullie het alle 3 kenden, maar het punt gaat naar Steffi, want jij was als eerste juist. Hier is de 4e. Ja, Jonathan. Bij mij was het een rood kruis. Ja, voilà. Dit ging even fout. Nee. Dat ging fout. Dat was hem. Maar kent je het toch nee. niet? Ik dacht, ik doe een poging. Ja, maar jij kent het samen. Nee. Jullie twee wel, maar Steffi was weer net iets sneller. Hier is de 5e sound. Er is nog niks verloren, hè? Dat weet ik niet. Nice! Ik heb een beetje gekeken. Ik ook! Heb je ook afgekeken? Ja, ze was hier. Dus het punt gaat naar Steffi. Dit is sound nummer 6 voor alle wilde brassen onder ons. Ja! Ik wist een stukje. Echt? Ik wist het. En die spankie en al. Ja, dat wist ik. En dan stop ik met kijken, meestal. Ging het mis. Ja. Dus wie was er eerst? Steffi. Nee, maar je wacht wel eerst. Ja. Terug een puntje voor jou, Steffi. Je verdient gewoon, hè. De volgende TikTok-trend of beat. This is Michael Jackson. Ah, kijk een beetje. Ah, jawel. Maar kijk een beetje. En dan weer niet meer.
bleef wel zitten in het begin. Ja, ik wist niet eens welk nummer het was. Ik was echt zo, oei, nog nooit van gehoord. Dus. Puntje gaat terug naar jou. Je bent onverslaanbaar. De Ella Layers van TikTok. De volgende sound. En dan stop. Voor jullie. Het is nog heel plezant. Ik vind het leuk. Steffi, voelt je niet te schuldig? Jawel. Ja, het puntje gaat naar jou. Dank je. Okay, dan gaan we nu naar de negende sound. Tof dat jullie niet opgeven, dat jullie gaan tot het einde, ook al is het de overwinning duidelijk in zicht. Ah nee, maar ja, het puntje gaat terug naar jou, Steffi. Oké, de laatste TikTok-sound doen we gewoon voor het plezier. Ik heb dat voilà! Je kende de sound niet? Nee, nog nooit gehoord. Echt nog nooit gehoord. Proficiat, Steffi. Je hebt gewonnen, hè? Yes. Een grote applaus. Dus de beker is opnieuw voor jou, voor één dagje. En jullie nemen het nog tegen elkaar op in de finale. En daar kan alles nog gebeuren, want we starten met 0 punten. We gaan ervoor. Absoluut. Je krijgt dus 3 TikToks te zien. En je moet die proberen zo goed mogelijk na te doen. Zijn jullie klaar voor de eerste TikTok? Yes. Dit is toch wel echt de TikTok van 2020. Hé, doe gewoon de prikken weg. Kom. Doe gewoon de prikken weg. Doe gewoon de prikken weg. Kom. Doe gewoon de prikken weg. Is dat mood? Ja. Hé, doe gewoon de prikken weg. Kom. Doe gewoon de prikken weg. 9 en Moot 9,5 op 10. Amai, dat zijn straffe punten. Ik ga Moot een 8 geven en Jonathan een 7. Oké. Ik ben niet zo gulzig met mijn punten als Steffi. Maar ik vond het echt goed. Maar jij probeert gewoon iets goed te maken, want jij voelde schuldig tegenover hun. Oh. Goed, de tweede. Ja, I'm an influencer. Type it, tweet it, zoom it, share it, post it on your feed, upload it, charge it, snap it, play it, app it, TikTok on your page, update it, wave it, map it, lift it, track it, Uber on my phone, upgrade it. Influencer. Yeah, influencer. Type it, tweet it, zoom it, share it, post it on your feed, upload it, charge it, snap it, play it, app it, TikTok on your page, update it, lift it, track it, Uber on my phone. Maar ik zou er echt uren naar kunnen kijken. Ja, maar je kunt dat echt. Ik vind dat echt tof. Je ziet naar je concurrenties. Ik ben heel benieuwd. Nu ben ik bang. Je hebt me veel stress gegeven met je dansje. Type it, tweet it, zoom it, share it, post it on your feed, upload it, charge it, snap it, play it, app it, TikTok on your page, update it, wave it, map it, track it, Ja, doe jij maar. Ik ben echt van plan om Jonathan een 10 te geven. Maar jij bent echt fan of wat? Ik vond het echt heel goed. Oh. Jawel, ja, echt een 10. En Moot weer een 9,5. Ja, ik ben wel van dezelfde mening dat ik ook meer verrast was door Jonathan zijn moves. Gewoon omdat ik het niet had verwacht. Dus ik ga je een 9 geven en Moot een 8. Zijn jullie dierenvrienden? Ja. Yes. Hebben jullie zelf huisdieren? Ja. Geen officieel. Het is allemaal zwerfpoezen bij ons in huis. En ik zorg er dan voor, ik geef die eten, maar die zijn niet van ons. Right foot, 2 stops. Left foot, 2 stops. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Ik vind het echt leuk. Right foot, 2 stops. Left foot, 2 stops. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Cha-cha, real smooth. Oh my god, die was zo goed! Oh, shit. Amai, die was echt goed. Ik ben zo benieuwd hoe dat op beeld staat. Nee. Right foot, 2 stops. Left foot, 2 stops. Slide to the left. Slide to the right. Crisscross. Cha-cha, real smooth.
Oké, ik ga jullie allebei een 10 op 10 geven, want ik heb Bolo nog nooit zo rustig gezien. Ik ga jullie ook allebei een 10 geven. Het was echt gewoon goed. Yes. Ik vind dat jullie allebei verdienen om naar de volgende aflevering te gaan. Maar dat gaat helaas niet. Proficiat Moot. Jij mag ook naar de volgende aflevering. En Jonathan, ook super goed gedaan. Vind je het jammer? Goh, jammer. Ik vond het leuk. Oh. Ik vond het echt leuk. Het was gezellig. Een groot applaus, dat verdien je. Jeetje, Mina, Jonathan. Is dat voor mij? Dat is voor jou. Ah, TikTok trofee. Kandidaat. Oh, leuk. Thanks. Ik wens je nog super veel succes met alles wat je doet. En hopelijk tot snel. Mag ik nog eens een groot applaus voor Jonathan? En dan heb ik natuurlijk deze mooie, fantastische beker. Die opnieuw voor Steffi is. Alsjeblieft. Dank je wel. Ik vond het heel leuk dat jullie hebben gekeken. En dan zie ik jullie in de laatste aflevering. En dan weten we wie de winnaar is van TikTok Trophy 2020. Dag. Bye. Doei. Super leuk dat je kijkt naar onze dansvideo's. Klik hier om je te abonneren op ons YouTube-kanaal en vergeet ook zeker niet op het belletje te drukken. En hiernaast is ook nog een superleuke video, dus zeker bekijken. En join de squad en koop merchandise via de website. En vergeet ons ook zeker niet te volgen op TikTok en Instagram voor nog meer leuke foto's en video's. Daag!